Dit was het 6 uur journaal van maandag 6 mei, de dag waarop bekend werd dat politieagenten een op maat gemaakt veiligheidsvest krijgen dat hen moet beschermen tegen messteken en kogels uit lichte vuurwapens. De agenten worden ermee uitgerust vanwege het steeds vaker voorkomende grove geweld. Het nieuwe pantser is eigenlijk een verzwaard t-shirt dat ook makkelijk permanent kan worden gedragen. Het bijzondere is dat het is licht. Je ziet het bijna niet en het is wel handig is als je in onverwachte situaties terechtkomt, dat je toch nog meer bescherming hebt dan zonder zo'n vest. Als het aan de politie ligt, worden de vesten onderdeel van de standaarduitrusting. Bij bepaalde situaties, zoals risicovoetbalwedstrijden, is het dragen van het vest verplicht. Om 8 uur is er weer een journaal op Nederland 1. Maar we moeten nog even wachten, want er komt nog een extra bericht, neem ik aan. Ja. Volgens onbevestigde berichten is Pim Fortuyn gestoken. Meer daarover, dat vernemen we van Radio 1. Dus volgens onbevestigde berichten is Pim Fortuyn neergestoken volgens Radio 1. Meer hierover in het volgende journaal. Nu weer Jeroen Snel met 2 vandaag. Dames en heren, goedenavond. En wat betreft Pim Fortuyn, zometeen hopen we u meerdere mededelingen over dit onderwerp te doen. Pim Fortuyn, die is neergestoken. 2 vandaag, zometeen met de volgende onderwerpen. Nederlander verdacht van misbruik weeskinderen. Ambassade weigerde misstanden nader te onderzoeken. En verkiezingskoorts in Frans slaapstadje. En u ziet het, we hebben een verkeerde band nu lopen met de onderwerpen uit het eerste half uur. Wij gaan over naar collega Marjan Molenaar, mijn collega verslaggever. Marjan, jij hebt meer nieuws over het feit dat Pim Fortuyn neergestoken zou zijn? Nou, er zijn hier variërende berichten over 6 tot 10 schoten. We mogen het beveiligen. Het Mediapark niet door. En dat is op dit moment wat ik vlak plek waar het gebeurd is kan vertellen. Ja, je hebt het over hier. Dat is het Mediapark waar we met z'n allen werken. Ja, Jeroen, ik sta op 300 meter afstand van je zo ongeveer. En waar precies op het Mediapark? Vlak bij de radiostudio's. Hoe ernstig is de situatie, denk jij? Nou, het hele Mediapark is op dit moment nog afgesloten en er is een ambulance onderweg. Pim Fortuyn had vermoedelijk een uitzending of een opname op ons Mediapark. Weet je om welk programma het gaat? Nee, daar heb ik nog geen informatie over. Ja, Marjan. De ambulance komt er nu aan. Ik weet niet of je in de verte nog de sirene hoort. Marjan, is die nou neergestoken of neergeschoten? Want nou, er zijn even 6 schoten gehoord. Sommige berichten gaan uit van 10 schoten. En dat is alles wat we op dit moment hier vandaan weten. Want ja, de beveiliging zegt van niemand mag er nu meer door. En wij staan vlak bij de plek waar het gebeurd is. Nou, Pim Fortuyn is dus ergens buiten neergeschoten. Een aantal schoten zeg je, minimaal 6. Is bekend waar de daders zijn? Hij zat, Jeroen, ik heb net informatie, hij zat in de uitzending van Ruud de Wild. En hij is naar buiten gelopen, in de auto gestapt. Ja. Hij is naar buiten gelopen, in de auto gestapt en neergeschoten. Ruud de Wild, Radio 3, BNN, dus dat is het audiocentrum hier op het Mediapark. Ja. Hij is het gebouw uitgelopen en vervolgens op weg naar de auto neergeschoten, zeg je. Ja, dat zijn nu de laatste berichten. Nou, kan je iets zeggen over de toestand van Pim Fortuyn op dit moment? Hoe is hij eraan toe of heb je dat niet kunnen waarnemen? Over de toestand? Nee, op dit moment kan niemand daar iets over zeggen. Ja, en nogmaals die vraag, is er bekend hoeveel mensen hier verantwoordelijk voor zijn en of ze nog gepakt zijn? Of... Het Mediapark is onmiddellijk op slot gegaan, dus daarom is iedereen nu hier onder hoogspanning om te kijken of ze de schutter of schutters nog kunnen pakken. Er zijn hier wel berichten dat iemand wegrende van de daad, maar of het om 1 of meerdere personen gaat is nog onduidelijk. Marjan, dankjewel voor dit moment. Pim Fortuyn is neergeschoten, tenminste 6 schoten, na een uitzending bij Radio 3 op weg naar zijn auto. Graag meer details, Marjan, als je die hebt in de loop van onze uitzending. Moet je dan niet goed gewoon de financiële hulp gewoon stoppen en zeggen van we willen eerst 100% duidelijkheid?
in plaats van voordeel van de twijfel gunnen. We hebben gekozen voor de kinderen omdat we de aangetroffen hebben situaties waarvan wij vanuit Nederlandse oogpunt zeggen van nou, dit kan dus eigenlijk niet. U heeft gekozen voor de kinderen. Mevrouw Groenendijk, u bent zelf daar in India geweest. Wat waren uw bevindingen? Wat trof u aan? Twee dingen. Verhalen over vermeend seksueel misbruik. Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door 6 kogels. Dat meldt Radio 1. Volgens ooggetuigen is Pim Fortuyn aan zijn verwondingen overleden. Maar dat is nog niet bevestigd. Hij zou geraakt zijn in hals, borst en hoofd. Onze verslaggever ter plaatse, Dave Abspoel. Ja, Armin, ik sta bij de hoofdingang van 3FM. Op een metertje of 30 afstand, daar ligt Pim Fortuyn voor de deur. Met in ieder geval een schotwond aan zijn hoofd, zijn hals en in de borststreek. En ja, het zal je duidelijk zijn dat hij in ieder geval niet bij bewustzijn is. En het lijkt er toch sterk op dat hij is overleden. Volgens ooggetuigen zijn er meerdere schoten afgevuurd. Leek het wel op vuurwerk. En op dit moment zijn de ambulancebroeders bezig met hem te verzorgen. Kijken hoe erg het eraan toe is. Maar het lijkt erop alsof hij is overleden. Is er ook een arts aanwezig? Er zijn op dit moment zo'n 4 ambulancebroeders zijn bij hem bezig. En wat agenten in kogelvrijvesten schermen dat op dit moment af. Wij moeten ook steeds verder terug. We kunnen het niet echt goed meer zien. Maar er wordt, ze zijn bij hem bezig. Ja. En wat zegt de politie op het moment? Met de politie heb ik nog niet kunnen spreken. Op dit moment zijn ze vooral druk om iedereen van op een afstand te houden. En om het gebied veilig te stellen voor spooronderzoek wat ongetwijfeld zal volgen. Weet jij waarom Fortuyn in Hilversum was? Ik heb geen idee, maar het is voor de ingang van Radio 3FM. Dus ik neem aan dat hij ofwel een interviewafspraak had of iets anders. Is de campagneleider bij hem? Ik heb iemand gezien. Het is mij niet duidelijk of dat de campagneleider is. Er was 1 iemand bij hem. Ik denk dat dat de chauffeur was, eerlijk gezegd. Want die stond naast de auto. De auto van Fortuyn. En op een paar meter afstand lag Fortuyn zelf. Maar er is nog geen verklaring verder afgelegd? Er is nog geen verklaring afgelegd. Op dit moment is grote onduidelijkheid. En probeert men vooral iedereen op afstand te houden. En zich om de Fortuyn te bekommeren. Ja, blijf even aan de lijn. Dave, we gaan even naar Den Haag. Joop Frieso, jij hebt gesproken met Fortuyn over dit onderwerp. Toevallig, vorige week. Nee. Ik was vorige week bij Fortuyn op bezoek, gewoon voor een achtergrondgesprek, zoals je journalist wel vaker doet, om bij een politicus eens bij te praten waar hij mee bezig is. En toen werd mij duidelijk dat hij zichzelf ernstige zorgen maakte over zijn veiligheid. Hij klaagde er bijvoorbeeld over dat hij van het weinige geld dat hij had om campagne te voeren, dat er veel geld van opging aan beveiliging. Hij zei dat zijn huis goed beveiligd was, maar dat hij zich wel zorgen maakte. Hij had dingen zelf geregeld. Hij kon zo aantal taxichauffeurs in Rotterdam bellen. Die stonden er meteen voor de deur om hem te beschermen. Hetzelfde gold eigenlijk ook voor politieagenten in Rotterdam. Hij had zo zijn eigen kanalen geregeld, maar het alles was duidelijk. Hij maakte zich grote zorgen over zijn eigen veiligheid. Job, hoe is dit aangekomen in Den Haag? Nou ja, dit is een schok van ongekende omvang. Het is hier natuurlijk maar net aangekomen. Er gaat een huivering door zo'n redactie als zoiets gebeurt. Er is van on-Nederlandse proportie. Het is bij mijn weten nog nooit gebeurd dat iemand om zijn ideeën, die weliswaar omstreden zijn, maar om zijn ideeën in Nederland vermoord is. En dit zal nog hele diepe sporen nalaten en in deze campagne en in de rest van het politieke leven in Nederland. De komende jaren, tientallen jaren, durf ik wel te zeggen vast. Weet je al wat dit voor de campagne van hem betekent? Nou ja, dat is alleen maar voorspellen wat ik nu kan doen. Maar het kan niet anders dan dat de campagne op een zeer laag pitje gaat draaien. Misschien wel stilgelegd wordt, dat kan ik nu niet beoordelen. Dat is natuurlijk aan de grote politieke partijen. Maar de schok zal zeer hevig zijn, dat staat vast. Is er al een reactie uit Den Haag bijvoorbeeld van de premier of andere politicus? Nee, we hebben alle politici aangevraagd uiteraard. De minister-president hebben aangevraagd om een reactie. Die wachten nu eerst af wat de feiten zijn. Want tenslotte brengen wij niets anders dan geruchten. We hebben ook gehoord dat hij neergeschoten is. We weten niet of Fortuyn nog leeft, dat we natuurlijk allemaal wel hopen. Pas dan gaat de politiek reageren als ze zeker weten wat er aan de hand is. We gaan even terug naar onze verslaggever ter plaatse, Dave Abspoel. Ja, ik kwam hier rond 6:15, Harmen, en toen was er nog geen politie, nog geen ambulance. Ik zag Pim Fortuyn voor de deur liggen van Radio 3FM met schotwonden in zijn hoofd, hals en borst. En hij was in ieder geval buiten bewustzijn en het lijkt er sterk op dat hij is overleden, want volgens ooggetuigen zijn er nog meer dan 3 schoten op hem afgevuurd. Er wordt zelfs gesproken van 6, 7, het leek wel op vuurwerk, wordt er hier gezegd.
Op dit moment zijn ambulancebroeders bezig om hem zo goed en zo kwaad als dat gaat nog proberen te verzorgen. Maar het lijkt er sterk op dat de lijsttrekker van Leefbaar Nederland is overleden. Kun je zien wat die ambulancebroeders aan het doen zijn op het ogenblik? Ze hebben zijn kostuum opengeknoopt en dat soort zaken. We hebben nu beelden van twee vandaag van het omroepkwartier. En daar is de ambulance op te zien, maar ik zie verder niet wat ze aan het doen zijn. Ja, wij worden natuurlijk steeds verder op afstand gehouden, zoals je begrijpen zult. En we kunnen nu bijna niets meer zien. Waarom was hij in Hilversum, Dave? Ik denk dat hij een afspraak had bij Radio 3FM, Harmen. Je komt daar niet zomaar op de koffie, denk ik. Dus ik denk dat hij een interviewafspraak had om in het radioprogramma vanavond te verschijnen. Zoals dat in deze campagnetijd gebruikelijk is. Weet je al iets over persconferenties? Ik weet helemaal niets over persconferenties, maar je mag wel aannemen dat het hier de komende uren wel zal plaatsvinden. Ik zit hier inmiddels zwart van de mensen. Ja, dat zoiets op een omroepterrein gebeurt, betekent natuurlijk ook dat er vrij snel heel veel journalisten bij zijn. Er zal ongetwijfeld later vanavond nog een persconferentie volgen met gegevens. Maar waar het op lijkt is dat de heer Fortuyn is overleden. Wij werken allemaal in het omroepkwartier, wij weten dat er bewaking is. Weet jij iets van de bewaking van vandaag? Nou, zoals je ook zult weten is sinds de 11e september wordt het hek wat nader bewaakt. Dat betekent dat er twee bewakers zijn die mensen controleren op toegangspasjes. Maar zoals de laatste maanden is die beveiliging een stuk minder streng geworden. Als je je hand opsteekt en je zwaait even, dan kun je gewoon doorrijden over het algemeen. Dus het moet geen enkele moeite zijn voor iemand met kwade bedoelingen om hier op het Mediapark te komen. Dankjewel Dave. We gaan nog even naar Job Friso. Job, heb jij al reacties in Den Haag? Nee, er zijn hier nog steeds geen reacties. We proberen natuurlijk krampachtig allerlei politici aan de lijn te krijgen, te pakken te krijgen. Maar het is duidelijk, iedereen wil eerst wachten en precies weten wat er gebeurd is voor men reageert. Maar wat er vandaag gebeurd is, als het waar is dat Fortuyn is overleden, überhaupt als het een aanslag was, en dat staat wel vast lijkt me, dan zal de verkiezingscampagne zo niet stilvallen, dan in ieder geval op een heel laag pitje verder gaan. Dit krijgt hele grote gevolgen voor de Nederlandse politiek, de beveiliging in de Nederlandse politiek en de verhouding in de komende jaren, misschien wel tientallen jaren. Weet jij iets over persconferenties die er aankomen in Den Haag? Nee, nog helemaal niets. Je begrijpt dat de paniek hier in Den Haag ook groot is. Partijen weten niet waar ze aan toe zijn. Nogmaals, willen eerst de feiten kennen en zullen dan pas gaan reageren. Dus dat gaat de komende uren allemaal gebeuren. En dat gaan we natuurlijk volgen. Nog even samenvattend. Pim Fortuyn is na een radio-uitzending op Radio 3 vanavond rond 6 uur in het Hilversumse Mediapark neergeschoten. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door 6 kogels. En het is niet zeker of hij nog in leven is of niet. Ambulancepersoneel heeft hem in behandeling. Tot zover deze extra journaaluitzending. We gaan nog even terug naar Job Friso in Den Haag. Ja, Job in Den Haag. Ja, Harmen, wat zou je me willen vragen? Ik heb de indruk dat er sprake is van een misverstand. De partijen hebben het misschien moeilijk met Fortuyn, omdat ze altijd zo geageerd hebben tegen hem. Ja. Wat verwacht je dat hun houding nu is? Ja, de verhouding zal er even van groot verdriet zijn, want het is zeer on-Nederlands. Het is zeer ondemocratisch om iemand te vermoorden, een aanslag op te plegen, omdat zijn ideeën jou niet bevallen. Het gebeurt in landen met mensen met ergere ideeën niet eens. Dus dit zal een schokgolf door de Nederlandse politiek veroorzaken. Van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Men zal zich gaan afvragen hoe kon het dat een partij met deze ideeën zo groot kon worden? Hoe kon het gebeuren dat iemand met deze ideeën vermoord kon worden? Wie heeft het gedaan? Dat is natuurlijk een grote vraag. Wie heeft er belang bij om dit te doen? Dat is een van de grote vraagtekens die er op dit moment staat. Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. En welke gevolgen heeft dit voor de politieke verhouding in ons land? Ja, dat kun je nu niet voorspellen. Dat is allemaal koffiedik kijkerij. Wat gaan de stemmers doen die op lijst Fortuyn gestemd zouden hebben? Gaan die juist door met de mensen die op die lijst staan of juist niet? Dat weet je niet. Wordt de lijst misschien wel opgeheven of gestopt of weet ik veel wat. Het is allemaal zeer onduidelijk, zeer on-Nederlands, zeer ongebruikelijk wat hier gebeurt. Dankjewel, Job Friso. We gaan nog even terug naar onze verslaggever ter plaatse, Dave Abspoel. Harmen, ik sprak zojuist met een ooggetuige die het allemaal heeft zien gebeuren. Volgens hem was Pim Fortuyn, had hij een optreden gehad in het programma van Ruud de Wild op Radio 3FM, een vrij bekende DJ. En op weg terug naar zijn auto, vlak nadat hij de deur uit is gelopen, is hij beschoten. De ooggetuige spreekt van heel veel schoten, het leek wel vuurwerk.
Ik was een paar minuten later aanwezig en zag Pim Fortuyn op de grond liggen met in ieder geval een schotwond midden in zijn hoofd, een schotwond in de hals en een schotwond in de borststreek. Het lijkt er sterk op dat hij is overleden. Is hij nog op het terrein of is hij inmiddels op weg naar het ziekenhuis? Nee, hij ligt nog steeds op het terrein. De ambulancebroeders zijn nog steeds met hem bezig. Ik weet niet hoe dat normaal gesproken gaat, maar als iemand inderdaad ter plekke is overleden, zal er volgens mij eerst de technische recherche aan te pas moeten komen om sporenonderzoek te doen, alvorens het lichaam wordt afgevoerd. We horen net dat er ook een schouwarts onderweg is. Zou dat toch betekenen dat hij overleden is? Ja, een schouwarts komt alleen maar als er iemand overleden is om ter plekke ook daadwerkelijk in zijn beroep de dood vast te stellen. Zo'n schouwarts komt alleen maar op dat moment, ja. Nog even terug naar Job Friso. Amerikaanse moorden komen voor in de politiek. Wat betekent dit nu voor Nederland? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ik was vorige week, ik sprak al eerder erover in deze uitzending, eerder deze week, vorige week bij Fortuyn op bezoek. Achtergrondgesprek zoals je vaker doet met politici. En toen werd mij duidelijk dat hij zich grote zorgen maakte over zijn veiligheid. Hij vertelde dat een heel groot deel van zijn campagnebudget opging aan zijn eigen beveiliging. Dat zijn huis goed beveiligd was. Maar dat hij zich evengoed toch niet op straat altijd even veilig voelde. En dat hij met een paar telefoontjes bijvoorbeeld een aantal taxichauffeurs in Rotterdam kon mobiliseren. Ja, zelfs op eigen houtje politieagenten kon mobiliseren om hem te beschermen. Omdat de hoofdcommissaris niet voor hem wilde regelen, kon hij dat zelf wel regelen. Het was dus duidelijk, hij was ermee bezig. Hij werd bedreigd kennelijk. Werd bedreigd en die bedreiging is vandaag in een werkelijkheid omgezet. Maar hij had zelf nog geen lijfwachten met zich meelopen? In ieder geval heb ik het zichtbaar toen ik bij hem thuis was niet gezien. Er stond wel een hek om het huis en er was natuurlijk een alarmsysteem en dergelijke. Ik heb zelf niet waargenomen dat er speciale beveiligers in huis waren. Er was een voorlichter in huis en er was een butler in huis. En dat is alles wat ik gezien heb daar. Heb je enig idee welke groeperingen er achter deze aanslag zouden kunnen zitten? Nou ja, dat is natuurlijk volkomen speculeren, dus daar waag ik me echt niet aan. Je moet natuurlijk zoeken in de hoek van de tegenstanders van Fortuyn, maar die kunnen overal zitten. Dus daar begeef ik me echt niet in. Hij had nogal wat tegenstanders. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel heel erg om Nederlands om een tegenstander van je te vermoorden. Dat is bij mijn weten in de moderne geschiedenis van Nederland niet meer voorgekomen. Dus dit is een aanslag die door wie die ook gepleegd is, enorme gevolgen zal hebben voor de Nederlandse politiek, voor de verhoudingen, maar ook voor hoe we hier met politici kunnen omgaan. De openheid van het Binnenhof, de openheid van de Tweede Kamer. Er zal veel in Nederland gaan veranderen na vandaag. Je zou kunnen spreken van een kentering in de Nederlandse politiek dus. Ja, het is een gebeurtenis zonder weerga, het is een schokeffect. Fortuyn liet het ook een beetje doorschemeren. Hij zegt, er kan nog van alles gebeuren. Ik kan iets stoms doen, ik kan neergeschoten worden. Hij hield er letterlijk rekening mee. Maar dit gaat effecten krijgen, dat kan niet anders. We gaan weer even terug naar onze verslaggever in het omroepkwartier, Dave Abspoel. Ja, Harmen, ik heb zojuist weer met nog meer ooggetuigen gesproken. De dader is gezien op het moment dat hij schoot. Vier mensen zijn van het omroepterrein zijn achter hem aangegaan in de richting van het kantoor van de RVU, het gebouw van de RVU. Die omroep ligt nou pak een beetje zo'n 80 meter van Radio 3FM vandaan waar de heer Fortuyn voor de deur is neergeschoten. Zoals ik al zei, wordt er gesproken over een hels kabaal, vuurwerkachtig. Er zouden heel veel schoten zijn gelost, in ieder geval van heel dichtbij. Dat was ook wel te zien aan de verwondingen op het lichaam van Fortuyn. Ik was denk ik 2-3 minuten nadat het gebeurd is ter plaatse. En hebben de mensen ook een signalement van de dader? Het signalement is onduidelijk. Iedereen is nogal in verwarring. En er zijn een paar mensen maar die het echt hebben gezien. En ja, die lopen hier op dit moment nog een beetje verwarrend rond. Op dit moment komt er een traumaheli aangevlogen. Ongetwijfeld vanaf het AMC. Ja, die zal hier waarschijnlijk zo wel gaan landen om te kijken of zij nog wat kunnen doen. Maar naar wij begrepen hebben is er al een schouwarts onderweg. Hier naar het omroepterrein, dat overigens verder helemaal hermetisch is afgesloten op dit moment. De schouwarts zou onderweg zijn en ja, daaruit zou je kunnen afleiden dat de heer Fortuyn inderdaad, zoals ik zelf ook al meende te hebben gezien, is overleden. We schakelen nu even over naar twee vandaag, waar de voorlichter van Pim Fortuyn aan het woord is. Ja, Harme, inderdaad. Ik praat met voorlichter Warmerdam van de lijst Pim Fortuyn. Meneer Warmerdam, kunt u mij horen op dit moment? Ik hoor u op dit moment. En mag ik allereerst vragen waar u op dit moment bent?
Ik ben op dit moment gewoon thuis. Ik was niet bij het incident aanwezig. En ik heb het enige wat ik heb gehad is een kort contact met mijn directeur, de heer De Boer, die wel daarbij was. En hoe lang geleden heeft dat contact plaatsgevonden? Dat is 8-9 minuten geleden. Ja. Er is nog onduidelijkheid, meneer Warmerdam, over de situatie. Wat is de toestand van Pim Fortuyn op dit moment? Is die nog in leven? Nou, wat ik heb begrepen is dat hij in kritiek levensgevaar is en dat hij op dit moment... Dat het eruit ziet dat hij gaat overlijden binnen nu een 10 minuten, een half uur misschien. Ik weet het niet. Ik heb totaal geen zicht op de situatie op dit moment. Het enige wat ik weet is dat hij 7 minuten geleden nog levend was. Maar de kans is erg groot dat hij zal komen te overlijden. Dat is alles wat ik weet verder. Meneer Warmerdam, dank u wel alvast voor deze reactie. We gaan nu naar opnieuw beelden van Pim Fortuyn. Bij de aanslag, dit zijn nieuwe beelden die zojuist bij ons binnenkwamen. Hier op het Mediapark is Pim Fortuyn neergeschoten. Even na zessen moet dat zijn geweest. Na de uitzending van Ruud de Wild op 3FM. U ziet hier de artsen, mensen van de ambulance om het lichaam van Pim Fortuyn heen. En dat was het shot alweer. Pim Fortuyn, of die nog in leven is... of niet meer in leven is, dat weten we niet. In ieder geval begrijp ik dat we nu naar Marjan Molenaar gaan ter plaatse. Marjan Molenaar is er niet. Dan kan ik u melden dat de ambulance inmiddels weer is weggereden. Maar er zou nog een helikopter in de lucht zijn. En vanuit de politiek in Den Haag horen we dat de ChristenUnie nu overweegt om de campagne voortijdig te stoppen. We proberen in deze gecombineerde uitzending tussen twee vandaag en de NOS u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Voor dit moment gaan we weer terug naar Harmen Siese van het Journaal. En wij gaan door naar onze verslaggever ter plaatse, Dave Abspoel. Dave, ik hoorde net dat de dader is gezien met een baseballcap op, dat hij gevlucht is. En dat de mensen achter hem aan zijn gelopen en dat hij nog steeds op het omroepterrein is. Of die nog steeds op het omroepterrein is, daar kan ik niks over zeggen. Ik heb in ieder geval wel begrepen dat de dader inderdaad is gezien en dat 4 mensen, mensen die hier ongetwijfeld op Mediapark werken, 4 mensen achter hem aan zijn gegaan in de richting van het gebouw van de RVU. Dat zo'n 80 meter achter het gebouw van Radio 3FM is gelegen. Ik heb zojuist trouwens inderdaad de schouwarts zien arriveren. Een schouwarts is iemand die op het moment dat er sprake is van schietpartijen en dergelijke en er waarschijnlijk sprake is van een dodelijk slachtoffer ter plekke moet komen om inderdaad vast te stellen of het slachtoffer is overleden of niet. En die helikopter, is die al geland? De helikopter ben ik eerlijk gezegd even uit het oog verloren. Ik denk dat die geland is, want de herrie hoor ik niet meer en de herrie was er net behoorlijk hevig. Overigens melden twee vandaag net dat de ambulances vertrokken waren. Ik zie er nog zeker 1 staan op dit moment, vlak naast het lichaam van Pim Fortuyn. Maar kun je het lichaam van Pim Fortuyn ook nog zien vanuit jouw plaats? Nu niet meer. Ik was er voordat de politie en de ambulances gearriveerd waren. Ik heb ernaast gestaan en ik kon in ieder geval vaststellen dat hij een grote schotwond aan de zijkant, de linkerzijkant van zijn hoofd had. Een schotwond in de borst had en een schotwond in de hals. Hij was in ieder geval natuurlijk buiten bewustzijn. En ja, het leek mij heel erg op dat hij is overleden. Maar goed, dat weten we nog niet officieel. Dankjewel Dave Abspoel voor dit moment. We gaan nog even naar Den Haag. Job Frieso, is er al reacties in? Nou, in ieder geval voorlopige reacties. Ik begrijp dat de VVD de campagne vandaag en morgen wil stilleggen. En dat zal misschien nog wel verder gaan gebeuren deze week. GroenLinks wil dat ook, pleit er ook voor. Ik denk dat de campagne een paar dagen minimaal, maar misschien wel helemaal tot stilstand gaat komen in deze toestand die buitengewoon on-Nederlands is, waarin een politicus is vermoord. Lijkt te zijn vermoord, moet ik zeggen. Ja, want we weten het nog steeds niet zeker. Pim Fortuyn zwaar gewond bij een schietpartij op het Mediapark na een uitzending in Radio 3 bij Ruud de Wild. Toen hij naar buiten kwam is hij door een man met een baseballpet op met meerdere schoten in het hoofd, borst en de hals getroffen. Hij ligt stil op de grond. Er zijn artsen bij, ambulancepersoneel en er is een schouwarts onderweg. En een helikopter van het AMC zou waarschijnlijk geland zijn op het omroepterrein. Het is niet zeker of de man al overmeesterd is. Er zijn 4 mensen achteraan gegaan en hij zou zijn gevlucht in de richting van het RVU-gebouw hier op het omroepterrein. Dat terrein is helemaal afgegrendeld en er kan niemand in of uit. Nog even een vraag aan Job Frieso. Denk je dat de premier nog verschijnt vandaag?
Ja, de premier doet wat alle politieke partijen eigenlijk doen. Die wachten af tot de feiten vaststaan. Dus die willen eerst zeker weten wat is er gebeurd en wat is de afloop en zullen dan reageren. En ik weet wel zeker dat minister-president Kok vandaag nog wel ergens zal verschijnen om te reageren op dit dramatische gebeurtenis. Maar zoals ik al zei, men wil eerst weten wat er precies gebeurd is voor men reageert. Dus daar zullen we echt op moeten wachten. Ja, dat begrijp ik. Gaan we nog even terug naar onze verslaggever ter plaatse. Dave Abspoel, heb jij nog meer details? Ja, waar je net al eventjes over filosofeerde of de dader mogelijk nog op het terrein is. Dat zou inderdaad goed kunnen. Het terrein is hermetisch afgegrendeld. Op dit moment hangt er ook een politiehelikopter boven het omroepterrein met zoeklichten aan. Want het is hier vrij bewolkt en grijs vandaag. Met zoeklichten boven het terrein om mogelijk te zoeken naar een eventuele dader. Ja, dankjewel. Dames en heren, u kijkt naar de extra uitzending van het NOS-journaal, want Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. En volgens ooggetuigen is hij geraakt door 6 kogels. Het is nog niet zeker of hij inmiddels is overleden of niet. Pim Fortuyn zou geraakt zijn in zijn hals, in zijn borst en aan zijn hoofd. Nog een keer terug naar Dave Abspoel. Ja, hallo? Ja, ik hoor nu een... Het is hier een enorm kabaal, zoals je begrijpen zult. Ja. Boven het Mediapark is op dit moment een politiehelikopter gearriveerd die zeer laag overvliegt met zijn zoeklicht aan. Vermoedelijk op zoek naar een dader, want er wordt hier gezegd door ooggetuigen dat de dader nog op het terrein zou kunnen zijn. Hij is in ieder geval gevlucht in de richting van de RVU. Dat gebouw ligt een kleine 80 meter naast het gebouw van Radio 3FM. 4 mensen zijn achter hem aangegaan, mensen die hem waarschijnlijk alle 4 hebben zien schieten. En het terrein was vrij snel afgegrendeld. Het zou heel goed kunnen zijn, want het is toch een vrij groot terrein, het Mediapark, dat hij inderdaad nog op het terrein is. En een politiehelikopter probeert in ieder geval vanuit de lucht een spoor van de mogelijke dader te kunnen vinden. En waar jij nu staat, heb je nog zicht op de activiteiten daar? Ik zie in ieder geval de ambulance. De ambulance die nu zo geparkeerd is dat het lichaam van Pim Fortuyn is afgeschermd. Ik was wel ter plekke voordat überhaupt de politie en de ambulance er waren. En heb tot op een paar meter afstand van Pim Fortuyn gestaan. En duidelijk zichtbaar was dat hij aan de linkerkant van zijn hoofd een schotwond had. In zijn hals een schotwond had. En in de borststreek in ieder geval een schotwond had. Hij lag op zijn rug op de grond. Zijn benen onder zijn lijf gevouwen en ja, gaf geen teken van leven. We zagen net dat er een ambulance achteruit reed en vertrok, maar jij weet niet of hij er ook mee afgevoerd is. Nee, dat weet ik niet. Maar stel dat hij inderdaad is overleden, waar het veel op lijkt, dan zul je toch sporenonderzoek moeten doen. Dan zal de technische recherche wachten met het vrijgeven van het lichaam totdat het sporenonderzoek is afgerond. Maar ja, het blijft speculeren. We kunnen slechts zeggen wat we normaal gesproken met dit soort dingen meemaken. Weet jij, Dave, of er ook bij deze schietpartij andere mensen zijn gewond geraakt? Nee, bij mijn weten niet. Ik heb daar niets over gehoord en ik heb ook geen andere gewonden gezien. Nogmaals, alleen de lijsttrekker van Leefbaar Nederland, Pim Fortuyn, die op zijn rug lag met een aantal forse schotwonden, waaronder in het hoofd. En toen jij aankwam, waren er toen mensen om hem heen, bijvoorbeeld zijn voorlichter of zo? Er stond iemand bij waarvan ik vermoed dat het de chauffeur was. Helemaal ontdaan. En er waren 2 mensen, ik denk van Radio 3FM. Die riep, zijn naam riep Pim, Pim, Pim. Maar hij reageerde nergens op. Weet je al of de schouwarts inmiddels gearriveerd is? Ik heb in ieder geval iemand zien arriveren in een klein autootje van de ambulancedienst met een stethoscoop om zijn nek en een witte jas aan. Ja, je zou vermoeden dat de schouwarts is, maar helemaal zeker weten doe ik dat op dit moment niet. Want dat zou betekenen dat hij inderdaad is overleden? Dat zou dan betekenen dat hij inderdaad is overleden. Maar nogmaals, het is speculeren, het is analyseren, kijken hoe iemand erbij ligt. En op dit moment weten we niet zeker. Het omroepterrein is nu hermetisch afgesloten, maar ja. Hoeveel mensen staan er nu in jouw omgeving? Nou, ik zie toch zeker een man of 150 staan. Er werken hier op een drukke dag toch al gauw zo'n 8.000-9.000 mensen op dit omroepterrein. Het is gebeurd rond een uur of 6, dan zijn lang nog niet alle mensen naar huis.
Het terrein is afgesloten, niemand komt er meer op, maar ook niemand komt eraf. En ja, er staan hier denk ik een man of 100, 120. Dankjewel Dave voor dit moment. We gaan weer even naar Job Friso in Den Haag. Job, heb jij nog laatste nieuws? Ja, ik begrijp. Er komen hier allemaal meer berichten binnen druppelen dat de partijen uiteraard hun campagne opschorten. Er schijnt een overleg gaande te zijn van alle lijsttrekkers om te besluiten de campagne stil te leggen. Ik weet nog niet voor hoe lang, maar in ieder geval zal dat dagen zijn. Zo niet de rest van de week, misschien wel helemaal tot 15 mei. Dat is nog onbekend. En het zal, deze aanslag heeft dus grote gevolgen voor verkiezingen die op zich toch al vrij dramatisch leken te gaan worden. Gezien het grote succes wat Fortuin werd voorspeld in de peilingen. Maar er is nog geen officiële reactie van een van de regeringsleden? Nee, nog van helemaal niemand. Ook niet van de politieke partijen zelf. Want men wil, ik zei het al eerder, men wil eerst weten wat is er nou precies gebeurd. Hoe is het afgelopen? Wat is de toestand van Pim Fortuyn op dit moment? En dan zal er een reactie komen. We hopen onder meer een reactie van de minister-president te krijgen straks. We hebben aan de lijn de lijsttrekker van GroenLinks, Paul Rozemuller. Meneer Rozemuller, wat is uw reactie? Ja, totale verslagenheid. En natuurlijk een ondubbelzinnige veroordeling over datgene wat er gebeurd is. Ik bedoel, ik heb nu gewoon even heel erg te doen met de mens Fortuyn. En politiek gaat wat mij betreft even van tafel. En wanneer hoorde u het? Ja, ik denk een klein half uur geleden. Ik was op campagne in Enschede. Werd daar natuurlijk direct geïnformeerd. En heb direct besloten om twee dingen te doen. Mijn campagneactiviteiten voor vandaag af te zeggen. En contact te zoeken met de overige lijsttrekkers. Omdat ik zelf vind dat de campagne nu gestopt moet worden. Dat we nu echt even bezig zijn met hoe het met de mens Fortuyn gaat. En we hopen daar natuurlijk in deze bange uren het beste van. Maar schoten op een persoon 5, 6 keer. Ik bedoel, woorden schieten werkelijk tekort. Het gaat nu echt even om het menselijke aspect. En politiek mag hier nu totaal geen rol spelen. Zou wat u betreft de campagne helemaal gestopt moeten worden? Nou, kijk, ik vind dat je niks kan uitsluiten. Ik heb contact gezocht met lijsttrekkers. Ik heb een enkeling over de radio gehoord, een enkeling aan de telefoon gehad. We zullen snel bij elkaar komen, vanavond of morgenochtend, om te bespreken hoe het is. We volgen natuurlijk per minuut ongeveer hoe het met Fortuyn zelf gaat. Dat is nu het allerbelangrijkste. En dan moeten we vervolgens aan de hand van de ontwikkelingen verstandig opereren. Maar ik sluit niks uit. Politiek is voor mij op dit moment even totaal niet belangrijk. Het gaat mij echt nu eerst om het menselijke aspect. Wat betekent dit voor daar ben ik echt volledig mee bezig. Meneer Rozemuller, wat betekent dit voor de politieke cultuur in Nederland? Ja, ik bedoel, dit is een absoluut dieptepunt wat er in de Nederlandse parlementaire geschiedenis is gebeurd. Ik bedoel, dit kennen we niet. Een lijsttrekker die is neergeschoten. En we moeten dat allemaal nog maar eens op ons laten inwerken op het moment dat we kunnen overzien wat er exact gebeurd is. Maar het gaat nu denk ik in eerste instantie even om het volgen van hoe het met de mens Pim Fortuyn gaat. Dat is het allerbelangrijkste, maar dat we hier met een dieptepunt in de parlementaire geschiedenis en in de politiek te maken hebben. En niet alleen in deze campagne, maar dit strekt veel verder. Dit is onbeschrijfelijk en niet acceptabel. Wat gaat u vanavond doen? Gaat u naar huis of gaat u naar politieke vrienden in Den Haag? Nou, ik weet het niet. Ik zoek een omgeving waar ik met de emoties die je natuurlijk toch hebt, zo goed mogelijk kunt omgaan. En het belangrijkste voor de buitenwereld is in ieder geval te weten dat de politiek en de campagne wat GroenLinks betreft gestopt is. En ik heb begrepen dat dat voor de overige collega's ook geldt. En dat we zo snel mogelijk met elkaar contact zoeken. En in gedachten ben ik nu gewoon even bij Pim Fortuyn. Omdat ik hoop dat hij hier in ieder geval gewoon levend uitkomt. Want het schijnt buitengewoon ernstig te zijn. Wat verwacht u op dit moment van minister-president Kok? Nou, kijk, van de minister-president hoef ik niet veel te verwachten in die zin dat hij in dit soort situaties altijd de beste weg bewandelt. En ik doe geen oproepen aan hem. Ik weet van de minister-president dat hij in dit soort omstandigheden een minister-president van alle Nederlanders is. En dat zal hij ongetwijfeld waarmaken. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Dank u wel, meneer Rozemuller. Graag gedaan. We gaan terug naar onze man ter plaatse, Dave Abspoel. Dave, heb jij nog laatste nieuws?
Ja, ik begrijp zojuist dat het ambulancepersoneel en een paar gearriveerde artsen nog steeds aan het proberen zijn om Pim Fortuyn te reanimeren. Met hartmassage en kunstmatige beademing proberen zijn hart weer op gang te krijgen. Daar zijn ze nu toch al zo'n kleine 10 minuten schat ik mee bezig. Ik heb vlak naast het lichaam van Pim Fortuyn gestaan, nog voordat de politie en de ambulance gearriveerd waren. En wat voor mij in ieder geval heel duidelijk zichtbaar was, was dat hij boven zijn linkeroor, een paar centimeter boven zijn linkeroor, een grote schotwond had. Een schotwond had in de hals en een schotwond in de borst. Hij bewoog niet, lag met zijn ogen dicht en reageerde nergens op. Mensen riepen zijn naam, zijn chauffeur stond ernaast en hij reageerde nergens meer op. Maar ik begrijp dat men probeert hem te reanimeren op dit moment. Ja, ik hoor net dat het eruit ziet dat toch de ambulances het terrein nu verlaten. Dat zou betekenen dat ze de strijd hebben opgegeven. Ik zie in ieder geval 1 ambulance het terrein verlaten, maar er waren 3 mindere. 1 ambulance staat in ieder geval nog steeds vlak naast het lichaam van Pim Fortuyn en schermt hem daarmee af voor het gezicht van, van alle mensen. Dankjewel, Dave Abspoel. We gaan weer even naar Den Haag, naar Job Friso. Ja, het laatste nieuws is dat minister-president Kok, die op een verkiezingsbijeenkomst in Haarlem was, onderweg is naar Den Haag. Hij is meteen in zijn auto gestapt toen hij hoorde dat Fortuyn was neergeschoten. Dus het is wel tekenend voor de ernst van de situatie. Overigens nog even terugkomend op GroenLinks-leider Rozemuller, die zijn geschoktheid liet blijken. Die was gisteren heel navrant nog in debat met Fortuyn op Radio 1 in een lijsttrekkersdebat. En daar ging het over dat Fortuyn zei dat er no-go-area's waren in Rotterdam, de stad waar hij woont. Wijken waar je niet naartoe kunt, wat onveilig is. Rozemuller ontkende dat en Fortuyn daagde hem uit om met hem daar op bezoek te gaan. Je ziet, het speelde in zijn leven een rol. Ik was vorige week nog bij hem op bezoek. Toen werd mij duidelijk dat hij zich bedreigd voelde. Dat hij zelf voor zijn eigen beveiliging moest betalen. Dat hij dat jammer vond omdat er heel veel van zijn campagnegeld naar die beveiliging toe ging. Die beveiliging was overigens rondom zijn huis niet echt zichtbaar. Maar hij vertelde me ook nog toen vorige week dat hij voor zijn eigen beveiliging kon zorgen door bijvoorbeeld taxichauffeurs op te bellen die hem dan kwamen beschermen. Of dat hij zijn eigen contacten bij de politie had. Niet met de hoofdcommissaris, zei hij letterlijk spottend, maar gewoon met de jongens in de straat. Daar heb ik vriendjes zitten. Als er wat met me gebeurt, komen die me beschermen. Je weet, je snapt hieruit dat Fortuyn leefde bij de dreiging. Dat hij er meeleefde, moet ik zeggen. Dat hij er rekening mee hield dat hij zou kunnen worden aangevallen. Dat er een aanslag op hem gepleegd zou kunnen worden. En dat is vandaag dus werkelijkheid geworden. Ik hoor dat premier Kok in allerijl de verkiezingsbijeenkomst in Haarlem heeft verlaten en terug is naar Den Haag. Wat betekent dat? Ja, ik zei net al, dat betekent natuurlijk dat de situatie door ook de premier als buitengewoon ernstig wordt ingezien. En dat hij vindt dat hij nu op zijn post moet zijn. En die post is hier in het torentje in Den Haag, hier 200 meter verderop. En van daaraf zullen we straks ook wel een reactie van de premier krijgen, neem ik aan. Dankjewel, Job Friso. U kijkt naar een... We hebben nu aan de lijn de... We gaan even over naar 2 vandaag. Dank je. Wij hebben aan de lijn VVD-leider Hans Dijkstal. Meneer Dijkstal, goedenavond. Goedenavond. Uw eerste reactie op de aanslag op Fortuyn? Dit is een diep tragische gebeurtenis voor Pim Fortuyn zelf natuurlijk. Het menselijke aspect is hier natuurlijk het allerbelangrijkste op dit moment. En gelijktijdig is het een niet te beschrijven dieptepunt voor onze samenleving, democratie, waar we allemaal zo pal voor staan. Wat betekent dit voor de verdere campagnes wat u betreft? Nou, in ieder geval is die campagne nu stopgezet. We zullen ons nog bezinnen, ook samen met de andere partijen, over hoe nu verder te gaan. Maar voorlopig kan er geen sprake van zijn dat we een campagne gaan voeren. En kan dit nog gevolgen hebben voor de verkiezingen van 15 mei? Dat is minder dan 10 dagen. Ja, nou, ik wil dat niet uitsluiten, maar ik wil er ook niet in geen enkele richting een suggestie over doen, omdat, dat zal iedereen begrijpen, bij het houden en achter het houden van verkiezingen nog zoveel andere aspecten een rol spelen, dat je dat niet op de emoties die we allemaal hebben moeten zeggen. Dus ik sluit niks uit, maar daar gaan we eerst maar eens heel hard over nadenken. Had u ook de gedachte dat Fortuyn wel eens in een gevaarlijke situatie zou kunnen zitten deze week? Want er wordt door ons nu toch over gesproken dat die signalen er waren. Had u die signalen ook? Nee. Het is wel zo, maar dat is al maandenlang zo, is dat... ik weet ook dat men rekening hield met dat hij misschien wat beveiliging nodig had, maar dat zit meer in de, laat ik zeggen, in de normale fysieke sfeer waarin je wel eens klappen kan oplopen. We hebben dat met die taart natuurlijk ook gezien, dat soort dingen. Maar ik had geen enkele aanwijzing
dat dit zou kunnen gebeuren. Toch nam Fortuyn het gevestigde de politiek altijd kwalijk dat zijn persoon min of meer gedemoniseerd werd. Ja, ik heb een dringende behoefte over een hele wereld hierachter wel iets te zeggen, maar ik ga dat niet nu doen. Laten we ons nou eerst maar even ons verstand gebruiken voordat we met conclusies komen, terwijl we eigenlijk nog niet precies weten. Ik weet nog niet eens hoe het met hem is op dit moment, behalve dat het ernstig is. Goed, de campagne van uw partij, de VVD, en van alle andere partijen die zijn gestopt. Meneer Dijksel, dank u wel. Ja hoor. Het laatste nieuws is dat de ME inmiddels ook onderweg is naar het Mediapark, waar Pim Fortuyn even na 6 uur is neergeschoten. Tot zover even twee vandaag. We gaan weer terug naar het journaal Harmen Siezen. Radio 1 meldt zojuist dat Pim Fortuyn onder een laken liggend is afgevoerd vanuit het Mediapark. En dat zou betekenen dat hij is overleden. We gaan over naar Dave Abspoel. Ja, Harmen, wij horen het hier ook, dat het lichaam van Pim Fortuyn onder een wit laken is afgevoerd met een ambulance. En ja, dat kan alleen maar betekenen dat hij inderdaad is overleden, zoals ik al vermoedde. Ik was vlak na de schietpartij, heb ik naast Pim Fortuyn gestaan en kon een aantal vrij grote schotwonden zien, waaronder eentje vlak boven zijn linkeroor in zijn hoofd. Hij reageerde nergens op, lag ruggelings op de grond met zijn benen onder zijn lichaam gevouwen. En ja, het leek er al heel sterk op dat hij op dat moment al was overleden. We krijgen nu inderdaad min of meer de bevestiging dat hij inderdaad is overleden. Ze hebben nog wel geprobeerd om hem te reanimeren. Ongeveer 5 minuten nadat ik hier was, zo omstreeks 7:50, waren de eerste ambulanceploegen ter plaatse. Die hebben de afgelopen tijd geprobeerd om hem te reanimeren. Maar hij zou onder een wit laken op een brancard zijn afgevoerd. En dat zou betekenen dat hij inderdaad is overleden. Ondertussen stroomt hier de technische recherche binnen met een paar witte busjes en die zullen ongetwijfeld de rest van de avond bezig zijn met een sporenonderzoek vlak voor de deur van 3FM waar Pim Fortuyn, zoals het er nu naar uitziet, na een optreden in het radioprogramma van Ruud de Wild is doodgeschoten. Dankjewel Dave Abspoel. Dames en heren, het is nu tijd om een klein portret uit te zenden van Pim Fortuyn. Dat staat klaar. Zo. We lopen los, meneer Fortuyn. Hier wel, dat kan. Ja, dat zijn honden. We willen liever loslopen. Wil u ook? U ook? Ja, ik ook, ja. Ja. Kunt u nog wel een beetje de straat op? Nou, de laatste tijd heb ik het idee weer wel beter dan een maand of anderhalf geleden. Want hoe was het toen? Nou, toen was het heel moeilijk. Toen. Uw boek, hè? De puinhopen van Paars. Ja. Heeft u dat liggen hier? Nou, niet hier, geloof ik. Ik weet het niet, ergens boven of zo. Ik weet het niet. Misschien op mijn werkbureau. Maar ik ken het uit mijn hoofd. Oh, hier ligt een exemplaar. Ah, ja. Ergens onderop, u ziet het. Onder daarin heeft u kritiek op Paars. Ja. Maar ja, dat heeft het CDA ook. En andere politieke partijen hebben ook kritiek op Paars. Nou, het CDA had in de oppositie wel eens wat meer de best mogen doen. Hè. Men komt daar nu makkelijk weg, omdat men Jaap de Hoop Scheffer via een Judaskus heeft af kunnen zetten en daarvoor in de plaats een betrekkelijke nieuwkomer, jongeman, professor Balkenende. En men loopt nu weg voor de verantwoordelijkheid van slecht oppositie voeren 8 jaar lang tegen Paars. Dus ja, ik vind dat ze daar niet zo geweldig recht van spreken hebben. Bovendien, er is niemand die zo coherent die kritiek heeft geformuleerd als ik. En dat niet even de laatste tijd. Ik heb dat 8 jaar lang in de Elsevier en in mijn boeken gedaan. Dit is een prachtig gebied. Moeten we ook wat aan het verkeer doen. Ik wil dat verdiept aanleggen daar met name, naar de tunneltraverse. Zo'n beetje als in Den Haag is gebeurd met de Utrechtse baan. Ja, als we dat nou voor elkaar krijgen, dan denk ik dat dit gebied een enorme impuls kan krijgen om die middenklasse wat beter vast te houden in de stad. Want dat is het toch wel een groot probleem hoor, in alle grote steden in Nederland. Die middenklasse die gaat weg. En dan krijg je een stad waarin een dunne bovenlaag, die dus kapitaalkrachtig is, en heel veel onderklasse, om het maar zo te noemen. Dat bedoel ik niet denigrerend, maar dat is toch niet goed voor de sociale opbouw van een stad en natuurlijk ook niet voor de financiële draagkracht van. U durft dit soort dingen te zeggen
Nou, wat is daaraan te durven? Als je de feiten niet meer voor zich kunt laten spreken, wat dan nog wel? Ik zou niet wat teweeg gebracht kunnen hebben als dat niet zo breed en diep leeft onder de mensen. Dus het zijn de mensen die het doen. En ik mag me dan de verdiensten aanrekenen dat ik dat kennelijk op een manier heb opgeschreven en gezegd dat het de mensen ook aanspreekt. Maar wat doet het met u? Wat bedoelt het met mij? Ja, nou, u bent toch degene die het een en ander teweeg brengt? Nou ja, dat is enerverend, dat kunnen we wel zeggen. Soms vind ik dat erg leuk. Maar er zijn ook momenten zat dat ik dat heel zwaar mee heb. En ik voel een hele grote verantwoordelijkheid. Het huis waarin ik woon, dat heb ik overgenomen van een orthodontist die zijn praktijk daar had. Ja. En nu op dat pand na, wat in de hand is van de milieubeweging, is het allemaal weer particuliere bezit geworden. En geeft aan de buurt ook een heel aangenaam karakter. En heel gemêleerd ook, want dit jaar moet je natuurlijk wel een paar centen voor hebben. Maar daar is er toch weer echt middenklasse wat aan een mooie single woont. Wat ik dus graag wil, is die verantwoordelijkheid accepteren. Ik wil die verandering, maar dan heb ik een mandaat nodig van de kiezer. Dus ik leg de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de kiezer. Die moet zodanig massaal op mij stemmen dat ik het ook waar kan maken. Als men mij maar een half mandaat geeft, dan moet men niet zo flauw zijn om achteraf mij op een half mandaat te willen afrekenen. Ik heb kracht nodig. En de kracht zal de kiezer mij moeten geven. Maar de kans bestaat dus wel, hè, dat dit uw kantoor blijft. En ja, niet het katshuis. Nou ja, dat is dan niet anders. Is dat wat, Pim Fortuyn in de oppositiebanken? Ik verwacht het niet. Ik ga ervan uit dat wij deelnemen aan een kabinet. Ik hoop ook dat dat gebeurt. Maar ja, goed, nogmaals, 15 mei, de kiezer bepaalt. Ja. Wij kunnen ze teruggaan tot iets van 1200 zoveel. De Fortuyntjes. Ja, ja, ja. Het is allemaal familie ook van elkaar. Maakt niet uit hoe je het schrijft. Het is niet zo groot. Ja, wij zijn, en dat is uit de 16e eeuw, eind 15e, begin 16e eeuw. Wij zijn begonnen als een molenaarsfamilie. Hè? Dus dat was de zeg maar pre-vormen van industrialisatie. En wij hadden in de Zaanstreek een molen. Een vrouwen Fortuna. Nou, en dat is het familiewapen. Foto's van Kennedy en Den Uyl? Ja, ja, dit zijn politici die ik bewonder. Waarom? Al Kennedy door, dit is heel belangrijk voor alle mensen van mijn leeftijd geweest. We werden opgevoed in de jaren 50 en toen ging het net een beetje kantelen. De ramen werden wat opengezet en die man die verwoordde dat zo prachtig. Den Uyl, dat heb ik ook wel gezegd, dat vind ik, dat was een man, dat is de laatste. Samen natuurlijk met Van Acht en Wiegel, hè, dat waren de grote drie toen. En die hebben met elkaar de politiek op straat gebracht. En dat was de laatste keer dat het lukte. En wat ik leuk vind is dat het mij nu weer is gelukt. Maar dan spreken we over een verschil van meer dan 25 jaar, bijna 30 jaar geleden dat voor het laatst is gelukt. Op een of andere manier verwacht je dat toch niet bij Pim Fortuyn, een Statenbijbel? Ik ben een katholieke man, zo opgevoed. Tot mijn 18e jaar was ik thuis. En dan gingen wij gewoon naar de kerk. Dat is een opvoeding die raak je, wil ik niet eens kwijt daar. Maar die raak je ook nooit meer kwijt. Hè? Eens katholiek, altijd katholiek. Dat is simpel zat. Wat is het sterke punt van Pim Fortuyn? Ik denk dat Hans Wiegel dat wel goed heeft gezegd. Dat ik heel goed aanvoel wat er leeft in het land. En dat ik dingen voorzie. Ik heb een sterk voorspellend vermogen. Dat is niet iets van daarboven. Maar het is ook als je op een bepaalde manier kunt kijken, en dat kan ik kennelijk, dat is een talent, dan zie je ontwikkelingen sneller aankomen dan ander, omdat je op andere dingen let. En een zwakke punt? Drift. Een driftkop. Ja, dat speelt me wel eens op, ja. Ja. Wat heeft u 4 jaar geleden gestemd eigenlijk? Ik denk VVD. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Ja. Ja. Of, nee, CDA. CDA. Ja, CDA. Ja, ik aarzelde even omdat ik altijd aarzelde tussen die twee partijen. Maar ik vond het allebei niet goed hoor. Dat wil ik er wel bij zeggen. Maar ja, er waren geen andere keuzes. Ik had graag uw dassenkast willen zien. Ja, en toen ik nog columnist was, had u dat zeker mogen zien, maar nu niet. Hoeveel heeft u dan?
Hoeveel dassen? Nou, misschien een stuk of 30, 40. Maar je hebt de modus, hè? Van nou, ik veel strepen aan en dan weer wat anders. Maar wel altijd dezelfde knoop. Ja, mensen willen ook weten hoe dat moet. En dat vertel ik natuurlijk niet. Dat is het geheim van de smid. Maar hij zit altijd een beetje scheef, meneer Fortuyn. Ja, dat weet ik ook graag. En hij zit ook een beetje gebold. Omdat ik denk, het is geen slappertje. Het is iets... door de stofwerking moet je zorgen dat ook het licht er wat door kan spelen. Nou, er is geen vrouw die erop let. Nee, want vrouwen kunnen mannen helemaal niet aankleden. Als een man wordt aangekleed door een vrouw, is het meestal afschuwelijk. Het is netjes, maar er valt niets aan te beleven. Wilt u eens gaan zitten? Ja. Wat is daar aan te zien? Nou, even kijken hoe dat eruit ziet. Wordt het de minister-president achter zijn bureau? Nou, ik denk niet dat ik veel achter mijn bureau zal zitten als minister-president. Want het wordt toch erg veel... Wat de Engelsen noemen management by speech. Als je dat land wil veranderen, moet je mensen motiveren. En dan moet ik in dat land zijn. En dat heeft helemaal geen zin om daar alsmaar in Den Haag te zitten. Natuurlijk moet je daar ook zijn. Maar toch wel erg veel in het land. Waar houdt u voor kantoor dan? Katshuis, dat is toch prachtig. En dan gaan die bossages weg. Zodat u gewoon heel goed kunt zien, daar zit hij. Je zit in een glazen huis, dat vind ik niet leuk. Maar voor die periode dat ik dat dan ben, moet dat maar. Je bent bezit van het volk op dat moment. En dat is het offer wat je ervoor over moet hebben. En, Pim Fortuyn, de man op wie vanavond een waarschijnlijk fatale aanslag is gepleegd. Het gebeurde rond 6:00 op het terrein van het Mediapark hier in Hilversum. Een man met een baseballpet schoot 6 maal op Fortuyn. Die net een interview had gegeven op Radio 3 FM met Ruud de Wild. Daarin had Fortuyn nog gezegd, ik ga niet snel dood, ik word 87 jaar. Fortuyn werd volgens journaalverslaggever Dave Abspoel 3 maal geraakt. In het hoofd, de borst en in de hals. Het duurde enige tijd voordat de ambulances arriveerden. Omdat het Mediapark meteen werd afgesloten. Fortuyn was in het gezelschap van zijn vertrouweling Albert de Boy en een chauffeur. Hij had geen bodyguards. In een gesprek met Job Frieso afgelopen weekend sprak Fortuyn nog zijn zorgen uit over zijn veiligheid. Het Mediapark was na de aanslagen van 11 september in Amerika deels afgesloten. Aanvankelijk was de beveiliging heel streng, maar die beveiliging werd later lakser. We hebben nu aan de telefoon de fractievoorzitter en de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, heer Ad Melkert. Meneer Melkert, uw reactie graag. Het is in één woord weerzinwekkend. Het is nauwelijks te bevatten dat in ons Nederland zo gebeurt. Een dieptepunt voor onze democratie. En op de een of andere manier heb je het idee dat Nederland, onze democratie, haar onschuld heeft verloren. Dat dit zijn dingen die je niet dacht dat in Nederland mogelijk waren. En het moet ook ten diepste veroordeeld worden dat mensen hier hun toevlucht naar zoeken. En het is verschrikkelijk voor Pim Fortuyn. Die we de afgelopen dagen natuurlijk ook voortdurend zijn tegengekomen met wie we hebben gesproken. Die gewoon onderdeel was van de politieke strijd zoals we die kenden en die bij onze democratie hoort. Met woorden, met verschillen van mening, alles wat erbij hoort. Maar nooit, nooit op deze wijze. Het is echt afschuwelijk. Kan die politieke strijd nog doorgaan op deze manier? Nou, u stelt terecht die vraag. De campagne is natuurlijk onmiddellijk afgeblazen bij het eerste nieuws wat we vernamen. En ik heb met verschillende collega's al contact gehad dat we daar heel spoedig, ik denk morgen, met elkaar over moeten spreken. En mij lijkt dat het niet kan doorgaan zoals... ik kan me dat niet voorstellen. Alles is anders geworden hierdoor. En ik denk dat we ook de tijd moeten scheppen om daarmee om te gaan. Maar het eerste wat uiteraard voorop staat is het lot van Pim Fortuyn zelf. De berichten zijn heel slecht als ik daarop afga. En dat is toch het eerste wat je nu bezighoudt deze uren. Heeft u nog contact gehad met de premier en weet u of hij nog iets gaat zeggen vanavond? Ik heb inderdaad intussen met hem contact gehad. Ik weet niet wat hij nu precies gaat doen. Dat bepaalt hij uiteraard eerst nu zelf ook op grond van de informatie die hem bereikt. Maar we waren het er allebei over eens dat voordat je dus kunt speculeren of kunt voorzien van wat nu de stappen zijn die moeten worden genomen als het gaat om
campagne, verkiezingen, dat het eerste wat voorop staat is Pim Fortuyn zelf. En ik denk dat ook het eerste is wat ons nu beroert en bezighoudt. Dank u wel voor deze reactie, meneer Melkert. We gaan over naar onze verslaggever ter plaatse op het Omroepkwartier, Dave Abspoel. Ja, maar een minuut of vijf geleden is Han van Beers, een van de voorzitters van een van de leden van de Raad van Bestuur, moet ik zeggen, van de NOS, heeft hij een korte verklaring afgegeven. Hij heeft nog niet kunnen bevestigen dat Pim Fortuyn inderdaad bij de aanslag om het leven is gekomen. Via andere bronnen horen we dat wel, maar vanavond om 8:30 geeft de politie hier in Hilversum een persconferentie. De politie is hier een kwartier geleden met een uitgebreid sporenonderzoek begonnen. En we denken dat het lichaam van Pim Fortuyn een minuutje geleden door de vertrekkende traumaheli is afgevoerd. Maar helemaal zeker weten doen we dat op dit moment niet. Er zijn hier weinig mensen die echt iets zeker weten en iets zekers kunnen zeggen. Maar waar het wel op lijkt is dat er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een politicus is doodgeschoten. Dankjewel, Dave Abspoel. Dan u. Een politieke reactie, CDA-fractievoorzitter en lijsttrekker Peter-Jan Balkenende. Meneer Balkenende, wat is uw reactie? Het is een verschrikkelijk bericht. Onwezenlijk voor de Nederlandse politieke situatie. Zeer verdrietig en ons medeleven gaat uiteraard ook uit direct naar de familie van Pim Fortuyn. En voor de rest ben je geschokt door deze gebeurtenissen. We hadden gedacht in Nederland dat we van mening mogen verschillen, maar dat je altijd respect voor de anderen hebt te tonen. Wat hier gebeurt is in en in triest. Is campagne voeren onder deze omstandigheden nog mogelijk? Ik denk dat het goed is dat de lijsttrekkers elkaar vanavond ontmoeten in Den Haag. Ik ben zelf ook op weg nu naar Den Haag om dan met elkaar te praten over de gemeenschappelijke strategie. En u kunt zich voorstellen dat campagne voeren in deze tijd erg onbestaanbaar is. En wat betekent dat voor de Nederlandse politiek in de toekomst? Natuurlijk, je bent overweldigd door wat er nu naar voren komt. Betekent wel dat het aspect van hoe gaan we met elkaar om? Hoe kun je zorgen dat er respect van elkaar omgegaan kan worden enorm belangrijk is. Maar ook tegelijkertijd moet je oog hebben voor de veiligheid. Dit kan natuurlijk velen overkomen, maar zeer onwezenlijk. Wat betreft de toekomst van de politiek geldt dat we ook hier lessen uit moeten trekken. Dat we op moeten passen dat situaties escaleren. Dat we steeds waardig met elkaar om moeten gaan. En ik moet ook nu te afwachten. Welke dader het is, wie er mogelijk achter zitten. Die kunnen uiteraard niet hard genoeg worden aangepakt. Dat we ook meer weten van de motieven, maar dat is uiteraard op het ogenblik nog onbekend. Wanneer hoorde u het? Ik hoorde het om 17:15. We hadden een beluur met het Eindhovens Dagblad. En toen we daar aan het afscheid namen, kwam plotseling dit vreselijke bericht. Dank u wel voor uw eerste reactie, meneer Balkenende van het CDA. We gaan over naar Margriet Brandsma ter plaatse bij de VVD. Margriet. Ja, Harmen, ik ben hier in Weert waar vanavond de VVD een grote campagnebijeenkomst zou houden. Maar zoals eerder al door Job gemeld, de VVD heeft net als andere partijen in ieder geval voor vandaag en morgen alle activiteiten opgeschort. Het wachten is hier op Hans Dijkstal, die vandaag op campagne was in Maastricht, nog wel in Weert zal komen om de pers te woord te staan. En dan waarschijnlijk doorreist naar Den Haag om met andere fractievoorzitters, lijsttrekkers te praten over hoe het nu verder moet met de campagne. Nou, ik zei het al, een hele lege zaal. Er zijn inmiddels al wel VVD'ers gearriveerd. Die zitten hier in een zaaltje verderop, verslagen voor de televisie. Ze volgen de uitzendingen, zijn op dit moment nog niet bereid om commentaar te leveren. Ik sprak wel al minister De Graven van Defensie, die ook nog even wil wachten totdat hij Dijkstal heeft gesproken. Maar De Graven zei al wel dat dit hele grote gevolgen zal gaan hebben voor de beveiliging van politici in de toekomst. Pim Fortuyn had vanavond om 19:30 moeten optreden in Leeuwarden op een verkiezingsbijeenkomst van de lijst Pim Fortuyn. En verschillende maatschappelijke groeperingen hadden een demonstratie aangekondigd tegen zijn verschijning. Premier Kok is met Louis de Sirenes terug naar Den Haag. En later vanavond zal ook hij een verklaring geven. De minister van Binnenlandse Zaken, De Vries, gaat over het afgelasten van de verkiezingen. Hij is ook terug naar Den Haag. Hij zei: het is nooit voorgekomen dat verkiezingen werden uitgesteld. En de woordvoerder van Pim Fortuyn, de heer Van Warmerdam, zei in een eerste reactie: er waren al eerder dreigementen, maar we gaan door. Het huis van Fortuyn in Rotterdam is afgezet door de politie. Er hebben zich daar veel mensen verzameld. Er worden daar bloemen gelegd. We gaan naar Den Haag, naar Job Frieso. Ja, en ik heb begrepen dat minister Kok inderdaad op zijn torentje is gearriveerd. Dat minister De Vries onderweg is terug naar Den Haag. Dat alle andere lijsttrekkers
op weg zijn terug naar Den Haag om de situatie te bespreken die is gerezen naar deze dramatische gebeurtenis. Vorige week had ik zelf nog een ontmoeting met Fortuyn. Gewoon een achtergrondgesprek, zoals je wel vaker als journalist met een politicus hebt. En toen werd mij duidelijk dat hij leefde met dreigingen. Hij vertelde me dat hij zich bedreigd voelde, dat hij veel geld van zijn campagnebudget moest gebruiken om zijn eigen beveiliging van te betalen. Dat hij dat eigenlijk zonde vond. En dat hij ook wel een paar dingen zelf had geregeld. Het huis was goed beveiligd. Hij had ook goede contacten met de taxiwereld in Rotterdam, vertelde hij me. En zelfs met de politie in Rotterdam. En dan niet met de hoofdcommissaris, maar met de agenten in de straat. En die konden met één telefoontje konden die mobiliseren en dan zouden ze hem komen beschermen. Het was mij dus wel duidelijk dat er bedreigingen geweest waren en dat Fortuyn heel nadrukkelijk leefde met die bedreigingen. En dat hij ook inderdaad echt rekening hield met een aanslag zoals die vandaag dus heeft plaatsgevonden. We hebben aan de telefoon voorlichter Kai van der Linden van Leefbaar Nederland. Meneer van der Linden, we gaan eerst nog even terug naar Job Friso. Ja, wat betekent het voor de campagne? Nou ja, je ziet inderdaad de beweging dat de partijen allemaal de campagne in ieder geval 2 dagen hebben opgeschort. Ik denk dat de hele campagne op een lager pitje komt te staan. Ik hoorde net ook al iemand iets zeggen over uitstel van verkiezingen, maar dat lijkt me niet aan de orde. Want ik dacht dat het 1974 was, of misschien 77, met de gijzelingen. Toen was er een gijzeling gegaan van een trein. En toen herinner ik me nog dat Den Uyl als premier en vanochtend als minister van Justitie gewoon als demissionaire bewindslieden dat crisisteam leiden. En dat die verkiezingen die dag ook gewoon doorgingen. Dat zal nu ook zeker gebeuren. De verkiezingen zullen niet uitgesteld worden. Maar dat de verkiezingscampagne op een lager pitje gaat lopen of misschien wel helemaal plat komt te liggen, dat lijkt mij sterk voor de hand te liggen. Dankjewel Job Friso. Dames en heren, u kijkt naar een ingelaste uitzending van Twee Vandaag en het journaal in verband met het neerschieten van Pim Fortuyn. Over naar collega Jeroen Snel van Twee Vandaag. Harmer, bij ons aan de telefoon dan inderdaad Kai van der Linden, campagneleider van Leefbaar Nederland. Meneer van der Linden, goedenavond. Goedenavond. Uw eerste reactie op het neerschieten van Pim Fortuyn? Een hele zwarte dag in de Nederlandse geschiedenis. En ik zeg, het is niet politieke geschiedenis of wat dan ook geschiedenis, maar echt geschiedenis. Het is een hele tragische gebeurtenis. U leerde hem persoonlijk kennen rond september 2001, toen hij ook als lijsttrekker werd gekozen van Leefbaar Nederland. Kunt u gewoon nog eens een beeld schetsen van Pim Fortuyn, zoals u hem heeft leren kennen? Ik vind het heel moeilijk persoonlijk om daar nu op te reageren, omdat ik ook persoonlijk, even los van de campagne, enorm aangeslagen ben. Maar het is, ik kan niks anders zeggen dan het is een hele tragische toestand. U wist dat er veel tegenstand was tegen Pim Fortuyn. Had u mogelijk iets verwacht van een vorm van een aanslag? Nee, ik denk niet dat ik daar echt op gerekend had. Ik denk dat echt ook in Nederland niemand daar echt op gerekend had. Ik bedoel, zelfs in Amerika, waar ik toch 17 jaar heb gewerkt, is dit wel eens voorgekomen. Onder andere met John F. Kennedy. Dat was natuurlijk de eerste grote aanslag op een politicus in Amerika die indruk maakte. Het was ook, dat is een rare bijkomstigheid, een groot voorbeeld voor Pim Fortuyn. Maar ik denk dat niemand dit had kunnen voorstellen in Nederland. Het is echt een tragedie en ik denk dat ook alles nu anders zal zijn. Ja. Samen met Jan Nagel begonnen jullie aan het succes van Leefbaar Nederland dankzij Pim Fortuyn. Heeft u Jan Nagel ook nog gesproken sinds het bekend worden van dit bericht? Ja, ik heb Jan Nagel kort geleden nog gesproken en Jan Nagel was zeer, zeer aangeslagen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een hele lange tijd met Pim Fortuyn opgetrokken. We hebben destijds om politieke redenen met hem gebroken, maar we zijn altijd persoonlijk natuurlijk erg op hem gesteld gebleven. En dan gebeurt zoiets. Het is echt, onwaarschijnlijk wat er is gebeurd. En ik denk dat het voor heel Nederland, voor iedereen, of je nou voor of tegen Pim Fortuyn was of bent, is dit echt een moment om even stil te staan en te denken, jongens, waar gaan we met z'n allen naartoe? Ja, diverse partijen, de meeste partijen inmiddels, stoppen hun campagnes na dit gebeuren. Geldt het ook voor Leefbaar Nederland? Absoluut. Ik heb onmiddellijk de opdracht gegeven om onze uitzendingen in het kader van de recente politieke partijen en op de Ster en IP te staken. We hebben de agenda, alle campagne-evenementen voorlopig afgelast. Want het is nu tijd om gewoon even stil te staan bij deze... En u bent daar nog, meneer Van der Linden? Ja, ik ben er nog. U bent er nog. Meneer Van der Linden, is er wel eens gesproken, ook al in de tijd dat hij nog bij Leefbaar Nederland zat, over de angst van een aanslag of iets ernstigs? Nou, wij hadden destijds wel wat voorbereidingen genomen in de vorm van persoonsbeveiliging. Maar ik weet niet of die beveiliging die we toen hadden, die toch vergeleken met Amerikaanse begrippen vrij minimaal was, of die deze tragedie hadden kunnen voorkomen.
Oké. Okay. Meneer Van der Linden, hartelijk dank voor uw reactie. We gaan weer even terug naar het journaal. Dan gaan we nu over naar Tilburg. Daar zit minister Van Bokstel. Meneer Van Bokstel, uw reactie. Heeft u het nieuws gehoord? Net in de auto, op weg hier naar Tilburg. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het verbijsterend. En ik zou graag naar de nabestaanden van de heer Fortuyn mijn deelneming willen uitspreken. Want dat is toch de eerste waar je gedachten naar uitgaan. Tweede plaats is het ook een klap voor de Nederlandse democratie, voor onze rechtsstaat. Want dit is zelden vertoond. Wat betekent dit zoiets? Naast het enorme leed wat de familie en vrienden van de heer Fortuyn is aangedaan, is het ook op dit moment, moet je echt zeggen, van ja, in wat voor land zijn wij eigenlijk terechtgekomen met elkaar? Want wij hadden tot voor kort de gewoonte dat iedere, ook prominente politicus, gewoon door Nederland kon lopen. En daar schijnt nu ineens een enorme streep door getrokken te zijn en dat grijpt denk ik iedereen aan. Iemand wordt om zijn ideeën neergeschoten. Ja, dat is nooit goed te keuren. Het is echt afschuwelijk. En ik hoop ook echt dat we de dader te pakken krijgen en dat hij zijn recht aangedaan zal krijgen, want dit is afschuwelijk. Maar wie kan er nou belang hebben bij zoiets? Daar ga ik niet met u over speculeren. Ik bedoel, daar hebben we politie en justitie voor om goed onderzoek te doen en om de onderste steen boven te krijgen. Ik wacht nu op de feiten. Meneer Fortuyn klaagt al een enige tijd over zijn veiligheid. Hè? Was u dat ook bekend, dat de problemen waren rondom zijn veiligheid? Hij heeft het bekendgemaakt, maar er zijn meerdere mensen die in Nederland wel eens bedreigd worden, brieven krijgen, aangesproken worden. Tot nu toe had ik echt het idee, het kan ernstig zijn, maar gelukkig weten we ons redelijk veilig in dit land. En ik moet helaas constateren dat vandaag voorbij lijkt. Ook vanuit de politie Rotterdam is er meerdere malen in zijn richting op gewezen dat hij bedreigd zou kunnen worden. Hebben we dan met z'n allen daar wel scherp genoeg op gelet? Weet ik niet. Kan ik echt niet met u nu allemaal over in beschouwing gaan. We zullen eerst al die zaken boven water moeten krijgen. Punt 1 blijft dat het afschuwelijk is wat er gebeurd is. Dat de deelneming naar de familie en vrienden van de heer Fortuyn uit moet gaan. En dat vervolgens politie en justitie hier al het in het werk moeten stellen om de feiten boven tafel te krijgen. En daar wou ik het graag even bij laten. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Het is hoogstwaarschijnlijk dat hij de aanslag niet heeft overleefd. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door 6 kogels. Hij zou geraakt zijn in zijn hals, zijn borst en zijn hoofd. Het duurde lang voordat de ambulance het terrein van het Mediapark op kon, omdat de beveiliging onmiddellijk na de aanslag de toegangshekken sloot. We gaan over naar Job Friso in Den Haag. Ja, Den Haag is er in het algemeen natuurlijk buitengewoon verslagen gereageerd. Alle partijen hebben de campagne voor in ieder geval de komende dagen opgeschort. Maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat de campagne tot 15 mei op een veel lager pitje verder gaat. Minister-president Kok is vanuit een verkiezingsbijeenkomst in Haarlem meteen in zijn auto gestapt toen hij het nieuws hoorde om in Den Haag hier verder zich te bezinnen op een reactie. Minister Klaas de Vries is vanuit Joure in Friesland snel naar Den Haag teruggekomen. Alle lijsttrekkers, zeker fractievoorzitters, komen vanavond terug naar Den Haag om zich te beraden over het ontstaan situatie na de aanslag, want wat moeten ze doen? Gaan ze verder met de campagne of niet de komende tijd? Vorige week was ik zelf nog op bezoek bij Pim Fortuyn voor een achtergrondgesprek. En er werd mij al duidelijk dat hij leefde met de gedachte dat er een aanslag op hem gepleegd zou kunnen worden. In eerste plaats vertelde hij dat er een gemeentepolitieagent van Rotterdam bij hem langs was geweest om te vertellen dat er signalen van bedreigingen waren. En zelf vertelde hij dat hij eigen contacten had voor beveiliging. Hij spendeerde een belangrijk deel van zijn campagnebudget voor het beveiligen van zijn eigen entourage, zal ik maar zeggen, zijn eigen campagneteam. En bovendien had hij eigen contacten, zo vertelde hij, in de taxiwereld van Rotterdam en onder de politieagenten op straat in Rotterdam. Die kon hij met 1 of 2 telefoontjes naar zich toe roepen als er iets met hem aan de hand was. Het werd al met al dus wel duidelijk dat de man een bedreigd bestaan leefde en dat hij zich daar terdege van bewust was. Dankjewel, Job Friso. We gaan naar Weert. Daar zou de VVD vanavond een verkiezingsbijeenkomst houden. Daar is ook Margriet Brandsma in gesprek met VVD-leider Dijkstal. Klopt, meneer Dijkstal is hier zojuist gearriveerd. De VVD-bijeenkomst voor vanavond is dus afgelast. Naast mij wel dus de lijsttrekker. Meneer Dijkstal, uw eerste reactie? Ja, ik ben totaal verslagen. Dit is zo'n diep tragische gebeurtenis. Ik begrijp dat we rekening moeten houden dat hij echt overleden is. Nou, dat is onbeschrijfelijk. Had u het voor mogelijk gehouden in Nederland?
Ja, dit kan je niet voor mogelijk houden. Hoewel je gelijktijdig weet dat in een open democratie, en dat zijn we, dat willen we ook zijn, dat deze dingen kunnen gebeuren. Maar dit heb ik niet voor mogelijk gehouden, absoluut niet. Maar Fortuyn zei bijvoorbeeld gisteren in een lijsttrekkersdebat ook met u, dat hij de no-go areas in Rotterdam niet indurfde. Hij heeft al vaker te kennen gegeven dat hij zich bedreigd voelde. Ja, ik denk dat wel waar is. En ik weet ook dat af en toe ministers wel eens bedreigd worden. En dan komt er wat extra beveiliging, althans als men concrete aanwijzingen heeft. Maar ik geloof niet dat hij gisteren op iets doelde wat zo uitstond, zo definitief is als we vandaag gezien hebben. Nu heeft de VVD voor vandaag en morgen in ieder geval alle campagneactiviteiten stilgelegd. Wat moet er daarna gebeuren, vindt u? Nou, wij hebben dus voor onszelf besloten nu voorlopig te stoppen. Er is een overleg, waarschijnlijk morgen, tussen de fractievoorzitters, waarin we met elkaar afspreken hoe we verder gaan met de campagne. En misschien ook andere zaken onder ogen zien. Ik wil daar niet te veel op vooruit lopen. Omdat natuurlijk we verkiezingen hebben op 15 mei en daar kun je natuurlijk ook vragen bij stellen. Maar laten we daar maar heel, heel zorgvuldig over nadenken. Maar doelt u daarmee dat het misschien zelfs mogelijk is om die verkiezingsdatum uit te stellen? Nou, ik wil het niet uitsluiten, maar gelijktijdig, dat heb ik toen ook naar die 11e september gezegd, mag je als samenleving nooit capituleren. Dus dat zijn de twee kanten waar je naar moet kijken. Maar ik wou daar maar niet te veel over zeggen. Laten we daar eerst eens even hard over gaan nadenken. Maar dan nog wel even in zijn algemeenheid. Wat betekent voor de politiek in Nederland op de wat langere termijn? Nou ja, je moet natuurlijk weten wie dit gedaan heeft, wat daarachter zit. En ik hoop dat het niet moet leiden tot een samenleving waarin we alles moeten beveiligen en we niet meer open met elkaar om kunnen gaan. Maar dat kan alleen maar als we zeker weten dat we ook allemaal een beetje veilig kunnen zijn. Ja. U zei, ik wil niet te veel speculeren op het niet doorgaan van de verkiezingen. U bent minister van Binnenlandse Zaken geweest. Kan het überhaupt verkiezingen uitstellen? Ja, het is een gewetensvraag die u stelt. Ik denk dat het uiteindelijk wel zal kunnen. Maar het is niet zozeer een kwestie van of het logistiek en organisatorisch wel of niet kan. Maar de vraag is, wat behoor je te doen in een samenleving? Verkiezingen zijn het hoogtepunt van een democratie. En capituleren is dus ook niet goed. Het zou zwichten zijn voor geweld als je die verkiezingen uitstelt. Ja, dat zou het zijn. Ja. Nu zijn er na 11 september veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, ook rondom politici. Wat je toch vooral zag op het Binnenhof, dat ook in heel snel tempo weer afnam. Was dat dit in ogenschouw genomen verantwoord? Dat kan ik niet beoordelen. Ik weet dat er in het beveiligingsbeleid van de regering zijn er allerlei niveaus van beveiliging. En je schaalt op, zoals dat heet, naar een hoger niveau, naarmate de aanwijzingen concreter zijn. Wij kunnen niet in Nederland iedereen in de politiek permanent overal tegen beveiligen. Dus je moet het doen op grond van concrete aanwijzingen. En we willen het ook niet in Nederland. Ja, ook dat zou capituleren zijn in je samenleving als je zo met elkaar moet omgaan. Meneer Dijkstal, dank u wel. Dank u wel. U kijkt naar een gecombineerde uitzending van Journaal en 2 Vandaag in verband met de aanslag op Pim Fortuyn, waarvan het nog niet zeker is of die is overleden. We gaan over naar Jeroen Snel van 2 Vandaag. Ondertussen hebben veel mensen zich verzameld bij het huis van Pim Fortuyn in Rotterdam. En daar is ook collega-verslaggever Jelle Visser. Jelle, hoe zou je de sfeer daar op dit moment kunnen omschrijven? Ja, één woord, een grote shock. Rotterdam maakte zich op voor de finale, Feyenoord, woensdagavond. En dat is even flink om zeep geholpen. Er was hier eigenlijk een feeststemming in de stad. Maar dit had niemand verwacht. Het is al heel erg druk hier bij het huis van Pim Fortuyn. Er liggen al bloemen, er worden bloemen gebracht. De mensen die de bloemen brengen worden geëscorteerd door de politie, want het huis is helemaal hermetisch afgezet. Mensen hier, wat ik al zei, ze zijn in shock, ze zijn verdrietig. Ik sprak mijn Israëlische buurman en mijn Israëlische buurman woont hier al een hele tijd. En hij zei tegen me, door deze gebeurtenis is Nederland zijn onschuld verloren. En zo is het misschien wel. Ondertussen ja, wordt het hier drukker en drukker en ligt er al een grote bos bloemen bij de voordeur van het huis. Ja, Jelle, kan je een schatting geven van het aantal mensen dat zich daar verzameld heeft? Nou, ik denk 150 of 200. Er is een grote politiemacht op de been. De straten hier in de omgeving zijn afgezet. Pim Fortuyn woonde midden in het centrum van Rotterdam. Maar dan op een heel mooi hofje. Net buiten de drukte. En de wegen zijn afgezet. Ja, en het is hier druk. Je zegt dat mensen bloemen leggen, terwijl nog helemaal niet zeker is of Pim Fortuyn wel overleden is. Ja, toch gaan de mensen hier er wel van uit. En daarom, ja, het is al een soort van waken die hier wordt gehouden. Jelle Visser, bedankt vanuit Rotterdam. Wij gaan weer terug naar het journaal.
Ik denk het. Ik krijg niks door. Gaan we naar een onderwerp op? We gaan vooralsnog terug naar het NOS. Bij mij aan tafel onze verslaggever Dave Abspoel, die ter plaatse was. Dave, wanneer was jij op de plaats van het ongeluk, van de ramp? Nou, vrij enkele minuten nadat het gebeurd was. We kregen een telefoontje van Radio 1. Pim Fortuyn is bij ons voor de deur doodgeschoten. Ik ben gelijk in de auto gesprongen. Was er denk ik anderhalve minuut later. Er was nog geen politie, geen ambulance. Ik ben naar Pim Fortuyn toegelopen. Hij lag op zijn rug ongeveer 15 meter voor de ingang van 3FM... waar hij zojuist uitgekomen was uit dat gebouw. Hij lag op zijn rug met...